Dikwijls zien we op borden, als we gerechten gepresenteerd krijgen met vinaigretjes, dikwijls zien we zo een bepaalde streep. Het lijkt een transparante streep met olie en een bepaalde smaakmaker daarin. Ah, wel, ik ga dat nu illustreren met drie verschillende smaakmakers. Ik ga het sap van rode biet gebruiken. Het sap van rode biet dat zeer geconcentreerd ingekookt is. Gewoon mengen met olijfolie. Ik ga een kreeftenbouillon inkoken, mengen met olijfolie. En ik ga gewoon balsamicoazijn mengen met olijfolie. En daarmee gaan we dus allerlei strepen trekken. We beginnen dus met het ingekookte bietensap. Dat we eens in een glaasje gaan doen. En mengen met een weinig olijfolie. Hetzelfde met balsamicoazijn. Dus je moet maken dat je altijd 1/4 olie en 3/4 jus, dus concentraat. En maak natuurlijk dat die jus ook altijd zeer geconcentreerd zijn, ingekookt zijn. Belangrijk, want anders heeft het geen toegevoegde waarde aan het bord. Het is niet alleen het visuele, maar het moet ook een toegevoegde waarde zijn. Het moet ook lekker zijn. Dus dit goed mengen. En met het puntje van de lepel gaan wij dus een streep trekken. Echt zo. Dus zeer decoratief. Dat is zeer mooi op het bord. Mooie presentatie. Je krijgt een mooie presentatie, maar het is niet alleen maar mooi, het is ook lekker. Zodanig dat de jus is zo geconcentreerd. Met een klein beetje olijfolie krijg je inderdaad dit aspect. Het transparante aspect, maar zeer lekker van smaak. Hetzelfde doen we nu dus met de balsamico azijn en met de kreeftenjus. Dus we hebben één dezelfde techniek met drie verschillende parfums. Dus hier heb je nu drie verschillende strepen, drie verschillende parfums en echt wel een toegevoegde waarde aan je gerecht.